welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een ander soort video voor jullie. Ik heb een soort van vlogvideo. Ik ga jullie vandaag laten zien wat ik doe op een normale doordeweekse werkdag. Dus hoe zo'n dag er voor mij uitziet. Hoe mijn dag er vandaag uitziet is basically gewoon hoe mijn dagen eruit zien vanaf maandag tot en met ongeveer donderdag. Ik werk echt van maandag tot en met donderdag en dan vrijdag ook nog af en toe en af en toe niet. En zaterdag en zondag heb ik gewoon echt weekend, dus dan werk ik niet. Dus ik ga jullie gewoon laten zien hoe zo'n dag er in mijn leven uitziet. Het is best wel gewoon saai, maar ik dacht ik ga het toch gewoon laten zien. Maar ik denk dat voor iedereen maandag tot en met donderdag er altijd wel een beetje saai uitziet. Het weekend nou ook, omdat door corona kunnen we nou allemaal niks doen. Dus ik denk dat iedereen's weekenden nou ook heel saai zijn. Maar goed, ik ben dus echt net wakker. Mijn haar ziet er niet meer uit. Omdat ik de gel had, is mijn haar nog redelijk strak. Maar ik heb gewoon zo'n knotje in, want dat had ik nog van gisteren. Even kijken, het is nou 12 minuten over 9 in de ochtend. Kunnen we het zien? Oh, nee. Kijk, het is dus 12 over 9 in de ochtend. Ik ben altijd super vroeg wakker. Ik ben echt een ochtendpersoon. Ik ben al wakker vanaf 7 uur, dus ik ben al 2 uur wakker. Wat doe ik dan? Ik blijf dan gewoon altijd gewoon een beetje in bed hangen. Want ja, ik ga echt niet opstaan om 7 uur. Dat is echt een beetje belachelijk. Dus ik blijf altijd gewoon een beetje in bed hangen. Een beetje op mijn phone en ja, that's it. En dan word ik wakker. Ik heb niet echt een ochtendroutine of zo. Ik ontbijt nooit, want ik doe intermittent fasting. Maar ik ontbeet sowieso altijd nooit. Even een snelle update over mijn dieet. Ik ben nog wel soort van op dieet. Ik heb mijn doel al bereikt. Ik ben al 21 kilo afgevallen. Dus ik ben nog wel soort van op dieet, maar echt niet meer streng. Dus nou eet ik gewoon een beetje soort van wat ik wil. Maar ik overdrijf niet. Ik ga nooit meer terug naar mijn eetpatroon die ik had voordat ik op dieet ging. Dus ja, dat is nou de actuele status. Ik heb dus niet echt een ochtendroutine. Ik sta altijd gewoon op. Dan ga ik in de douche en dan ga ik gewoon beginnen aan video's maken. Ik moet vandaag één YouTube video maken. Dus dat is wel fijn dat maar één is. Wanneer ik er 2 of 3 moet maken, ben ik echt letterlijk de hele dag zoet. Dus ik ben blij dat er vandaag maar eentje hoeft. Het is vandaag, by the way, donderdag 14 januari. Dus ja, ik spring nou even in de douche en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, ik ben klaar. Ik heb gedoucht. Ik ga even hier wat kleding opruimen. Deze kleding is schoon. Dus die moet ik eventjes, ja... Alles is op de grond gevallen. Oh my god. Deze kleding is schoon van gisteren. Die is gisteren uit de was gekomen. Dus die ga ik eventjes opvouwen en in mijn kast doen. Ik heb ook gelijk even mijn kamer een beetje opgeruimd, mijn bed opgemaakt. Ik doe altijd hier alles fixen, dus gelijk zodra ik opsta. Want dan ben ik er gewoon vanaf. Ik wil niet de hele dag hangen in een troepkamer. Dus altijd in de ochtend doe ik gewoon een beetje opruimen en mijn bed opmaken en that's it. Oké, dan nu ga ik gewoon beginnen aan mijn werk. Ik ga vandaag dus 1 YouTube video maken. Dus ik ga even kijken wat ik ga aandoen. En dan neem ik jullie gewoon gezellig mee naar boven. Oké, dit is dan mijn beauty room. Hier is dus waar ik allemaal mijn make-up video's film en gewoon alle filmpjes die ik maak voor YouTube. Dus hier ga ik vandaag 1 video maken. Nou, daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik ben klaar met mijn video. Ik zie er nou echt een stuk beter uit. Make-up verandert altijd zoveel. Ik sta weer hier in mijn slaapkamer. De video die ik vandaag heb gemaakt was een vrij makkelijke video. Ik was best wel snel klaar. Dat is best wel fijn voor de verandering. Want de meeste van mijn video's zijn best wel lang en groot. De video die ik gisteren had gemaakt duurde ook echt een eeuwigheid. Ook qua editen. Want hoe groter de video is, hoe langer die duurt, hoe meer ik ook moet editen. Dus het was wel fijn om even voor de verandering gewoon een makkelijke, snelle video te maken. En dat kost mij straks ook wat minder tijd qua editing. En het is ook al einde van de week, soort van. Het is donderdag. En dan heb ik ook altijd wat minder energie dan maandagen. Oké, even kijken. Het is nou bijna 10:45. Normaal ben ik pas klaar met video's maken rond 12:00. Maar zoals ik al net zei, vandaag is het gewoon een makkelijke, snelle dag. Dus ik ben al vroeg klaar. Dus ik ga gewoon nou eventjes iets eten. Ik heb niet
heel veel honger vandaag. Dus ik ga gewoon deze optimaal kwark eten. Deze vanille, magere kwark. Deze is ook heel fijn voor op dieet. Toen ik nog streng op dieet was, had ik dit altijd als lunch. Je mag gewoon deze hele bak eten. En dan was dit gewoon mijn hele lunch. En hij vult ook best wel. Dus ik vind hem altijd fijn. En nou eet ik hem nog als ik gewoon niet heel veel honger heb bij de lunch. En nou is het nog vroeg. Ik eet dus altijd pas rond 12 uur. Maar nou eet ik al wat vroeger. Dus ik heb niet heel veel honger. Dus ik eet gewoon dit. Of ja, een deel ervan. Ik eet vaak de helft of drie kwart. Ik krijg me echt bijna nooit helemaal op. Voor de mensen die zich nou afvragen. Sarah, waarom doe jij letterlijk alles in jouw slaapkamer en in jouw beauty room? Ik ga overdag nooit naar beneden. Omdat mijn moeder werkt beneden. Ik werk boven. Mijn moeder werkt beneden. En ze ontvangt ook klanten, cliënten, stagiaires, etc. Dus ik blijf altijd gewoon altijd boven. Dus ik heb hier ook gewoon een hele mini keukentje. Met echt een koelkast, magnetron en alles. Want dan hoef ik gewoon niet naar beneden de hele dag. Dus ik doe alles hier. Ik ga ook nadat ik mijn vla heb gegeten editen hier in bed. En dan ga ik de video die ik vandaag heb gemaakt editen. En ook wat mails beantwoorden, wat boekhouding, etc. etc. En dat doe ik ook gewoon allemaal hier. Nou jongens, ik ben klaar met editen. Het is nou 4 uur. Ik ga nou koken. Ik ga even met mijn pleegzusje Siham gaan we even boodschappen doen en dan eten maken. Ik ben echt geen kok. Ik ga jullie alvast vertellen. Ik ben niet de beste persoon in eten maken. Over het algemeen maakt altijd Siham het avondeten, want zij vindt dat altijd gewoon leuk om te doen. Dus do you. En af en toe doe ik het. En vandaag doe ik het samen met haar. Ik heb dit gerechtje gevonden online. Het is heel makkelijk. Het zijn gewoon van die Griekse pita broodjes. Dus ik heb gewoon een makkelijk gerechtje gevonden bij Jumbo.com. Er zijn een aantal gerechten die ik gewoon kan uit mijn hoofd. Maar ik wil toch gewoon even weer iets anders proberen. Iets nieuws. Dus ik ga gewoon dit vandaag maken met haar. We gaan ook zo'n dessert maken. We gaan van die super lekkere bonbonsachtige shit maken daarna. Dus ook heel lekker. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Het is nu 4 uur en we gaan gewoon eten rond 5, 6, whatever. Jongens, als er iets is dat ik haat, is het vloggen in het openbaar. I can't. Hoi Siham, wil je in de vlog? Nee. Jawel? Je nee. Moet in de vlog. Nee. Je moet in de vlog. Hoi Siham. Hoi. Zeg niet uit. Jawel, dat is gewoon hartstikke knap. Ho, 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 mijn verschutte muziek gaat aan hier. Siham was gisteren jarig. Je was dinsdag. Oh ja, dinsdag. Wat is nou? Oh. Naar donderdag. Siham was eergisteren jarig. Ze is 21 geworden. Oh, mijn broodje is gemaakt. Zij is nou haar broodje aan het maken met vlees en sla. En ook een beetje komkommer. Het is heel makkelijk, heel simpel. Maar wel gewoon heel lekker. Oeh, lekker crunchy. En dan ernaast brengen we ook nog deze Griekse yoghurt aan. Die breng ik gewoon zo hiernaast aan voor een beetje een extra spice. Zo, pak ik gewoon een beetje van die yoghurt. En die breng ik gewoon zo hier aan. En dan is het gerecht klaar. Zo makkelijk gaat dat. Oké, ik ben klaar met eten. Ik heb hier een aantal pakketjes gehad. Die ga ik eventjes openen. Oké, ik ga beginnen met pakketje nummer 1. Die is van de Boucher Shop. En ik weet wat het is, want ik heb daar besteld. Ik heb daar 2 productjes besteld die ik moest hebben. Ik heb mijn wimperlijn besteld, die ik echt altijd gebruik. Die ik heb is bijna op. Dit is hem, die ik dus heb is bijna op. Dus ik dacht, ik bestel alvast een nieuwe. Dit is echt mijn fave. Ik gebruik altijd deze van Queen Tarsi. De zwarte versie is dit. Dit is hoe die eruit ziet. Zo'n brush aan. Deze is echt geweldig. En ik heb wat nep wimpers besteld van Tati Lashes TL19. En ik merkte dat ik geen wimpers had die wat voller worden in de buitenste hoeken. Dus ik had deze besteld. Deze wimpers zijn nieuw voor mij. Ik ken ze niet. Ze ogenvrij naturel. Iets te naturel. Ik had ze iets heftiger verwacht, maar oké. Okay. Dit zijn de 2 producten die ik heb besteld bij Boucher Shop. Dan ga ik verder met dit grote pakket. Dit ziet eruit alsof het is van de AliExpress. En ik denk ook dat dat het is, ja. Oké, ik had dit ding besteld voor al mijn producten in mijn slaapkamer. Maar hij is groter dan dat ik dacht. Hij is echt huge. Oh my god. Ik heb gewoon nou alles daar los staan. En dat vond ik niet zo fijn. Dus ik dacht, ik haal even iets om het allemaal in te doen. Maar hij is wel echt super groot. Oh my god.
Maar ja, beter te groot dan te klein. Ik zal ook wel een linkje zetten beneden in de beschrijving. Kijk, zie je? Handig, hè? Ja, ik ook. Is kapot handig. We gaan verder met het tweede pakketje ook van de AliExpress. Ik bestel er altijd zoveel, niet normaal. Oké, dit is nog zo'n ding om producten in te doen. Wat je ook wilt, make-up of iets anders. Deze is een stuk kleiner dan die andere. En deze heb ik besteld voor in de badkamer. Kijk. Schattig. Dit is voor al mijn skincare, om dit allemaal gewoon hierin te doen. Want ook in de badkamer staat alles daar gewoon zo los. Dus heb ik dit ding besteld om het allemaal in te doen. Dus super handig deze dingen. Ook van dit zet ik een linkje in de beschrijving. Als het laatste heb ik hier een pakketje van Happy Life PR. Happy Life PR is een PR-bureau, dus ik weet niet wat hierin zit. Fluffy Brows. Oh, dit is van UMG Cosmetics. Fluffy brows, dus ik denk wenkbrauwproducten, want hè, fluffy brows. Ja, hier staat in dit pakket vind je de prachtige brouwproducten van UNG Cosmetics. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, altijd wanneer ik iets in PR krijg voor de wenkbrauwen, ze sturen me altijd een te lichte kleur. Want ik gebruik altijd zwart, maar ze sturen nooit zwart, want ze zijn altijd bang dat dat te zwart is, omdat dat ook is. Vaak, de meeste mensen gebruiken geen zwart, dus ze sturen altijd bruin en zo. En dan vaak is dat gewoon te licht en dan kan ik het gewoon niet gebruiken. Of ja, ik kan het wel gebruiken, maar ik wil het niet gebruiken. Want ik vind het dan gewoon te licht. Dit is het pakketje. Dit is dan wat ik heb gekregen. Een potloodje. Eyebrow pencil. Oh, black. Ik zit net te zeggen dat ze nooit black sturen. Hebben ze me toch gewoon black gestuurd. Ik gebruik nooit zo'n potloodje voor mijn wenkbrauwen. Het is wel heel zwart. Kijk, dit is de kleur. Gewoon echt, echt zwart. En dan heb ik hier waterproof concealer en eyebrow poeder. Light blond. Hebben ze me nou echt gewoon licht blond gestuurd? Ik heb letterlijk zwart haar. En de andere is pale beige. Dit is een concealer. Deze concealer is veel te licht voor mij. Ik weet niet naar wie ze dachten dat ze dit sturen. Maar ik kan hier echt niks mee. De naam is ook echt pale beige. Nou, hier kan ik niks mee. En de poeder is light blond. Dus ja. Ja, jongens, wat moet ik hiermee? Dit is letterlijk voor mensen met blond haar. Ik heb zwart haar. Ik vind het zo raar dat ze dan van dit wel zwart hebben gestuurd. En dan van dit twee blonde kleuren. Nou, hier kan ik echt niks mee. En dit potloodje lijkt me niks. Dus ja, niet zo handig dit. En dat was het. Dat waren de pakketjes. Sim, gaan we bonbons maken? Ja. Jongens, wij gaan bonbons maken. Speculaas bonbons. Hoe moet je allemaal? Nou, ze echt jongens, zij. Wat moet je? Niks. Siham maakt altijd super lekkere speculaas bonbons met witte chocola. En nou gaat ze mij laten zien hoe ik die kan maken. Want dan ga ik ze voortaan ook maken. Want ik ben verslaafd en ik wil ze gewoon elke dag hebben. Dus ja, dus dat. Siham is vandaag de baas. Want zij weet hoe je dit maakt. Zij maakt het altijd. Ga maar ons even laten zien hoe we het doen. Oké, we maken dus speculaas bonbons. Met speculaas. Speculaas. En ze gaat die dan eerst stampen en zo. Daarna doen we de monsieur bij, obvious. Monsieur erbij. En de chocola. Chocola. Chocola ook erbij. En that's it, toch? That's dit zijn it. Alle ingrediënten. Ja. Het is echt super makkelijk. En trouwens, wat vergeet. Ik ken het. Natuurlijk speculaaspasta. Speculaaspasta moet er ook bij. Maar eet je hem met goed? Ik val haar echt de hele dag lastig om bonbons te maken. Terwijl mijn zus koekjes stappen. Klein maken, want dat is dan makkelijker met stampen en zo. Want normaal doe ik het in een zak, maar aangezien ik niet zo'n zak heb, doe ik het even op de. Ja, nou heeft ze geen zak, want normaal gaat dan gewoon alles in een zak en dan is het veel makkelijker. Maar we, hebben even geen zak, dus dan maar even zo. Nu gaan we de monsieur. Monsieur gaat er nu in. Wacht even, even inzoomen. Moet gewoon allebei er helemaal in. Ik doe er eens eentje, dan kan ik zien of het wel oké is. Anders dan doe ik er nog eentje bij. Niet constant gedeelte aan. Oftewel... Nou, lekker alles mixen. Mixen. Dat ziet er allemaal zo raar uit. Oké, okay, zouden we mag jij die andere, want ik merk niet wat ik niet aan. Moet je er twee hebben? Ja, ik moet twee hebben. Oké, okay, nu gaat dit erbij. Speculaas pasta of wat dit ook is. En dan doen we ongeveer twee eetlepels erin. Zo. Doe ik tenminste dan. Dan doen we het nog een keer. Twee scheppen. Wauw. En that's it. Ja, dan ga je het weer Weer mengen. Nou gaan we bolletjes maken. Bolletjes. Bolletjes. Laat er eens eentje zien aan de mees. Wauw. Balletje. Hun weten niet eens wat mees is. Mees is mensen in het Brabant. Eerste balletje is een feit. Tweede balletje is een feit. Oké, mensen, alle ballen zijn klaar. Ik film dit nou met mijn phone, want de batterij van mijn vlog dingen is leeg van mijn vlog camera.
Dus we zijn nou veranderd op mijn phone. En we gaan nou dit allemaal in witte chocola dippen. Hierin. Dus we gaan die smelten. Oké. Vandaan doen we hier water in de pan. En dan zetten we dit kommetje op. En het past makkelijk. Chocola hierin, want dan gaat die smelten. Het is helemaal smolten. Hoe doe jij dit normaal? Ik stop altijd het weer in. Want het is mijn... Ja, ik kan het weer in stoppen. Gewoon zo? Ja. En dit dan gewoon met allemaal gewoon zo? Ja. Nou, dit is de laatste toch? Of is het daar nog eentje? Nog één bonbon en dan is het klaar. Nog twee bonbons en dan is het klaar. Dus dit is basically gewoon hoe ze zijn. Nou moeten ze even in de koelkast. En dan worden ze hard. En dan is het gewoon klaar zodra ze hard zijn. En dat is al wel binnen een half uurtje of zo. Ja. En je moet ze dan ook gewoon daar bewaren. En deze bonbons zijn zo lekker. Dat is echt niet normaal. Maar ik hoef het denk ik niet bij te vertellen dat ze niet dieetproof zijn. Oké, jongens. Terwijl de bonbons koud aan het worden zijn, ga ik even laten zien wat ik hiermee ga doen. Ik ga beginnen met de grote. Want die is echt hier voor in mijn slaapkamer. Ik zal het even laten zien. Dat is dus voor al dit. Al dit wat hier allemaal los staat, wil ik allemaal hierin gaan doen. Dus ik ga even zien wat waar past en zo. Nou jongens, kijk, dit ziet er zo allemaal echt een stuk beter uit. Dit grote ding past er echt net in. Ik heb hem echt gewoon erin geforceerd. Hier heb ik wat oorstaafjes ingedaan. En hier beneden heb ik oorwatjes ingedaan. Maar hij is iets te vol, want hij gaat niet meer open. Oh my god. Ik heb hem echt helemaal volgepropt. Nou, dit is echt een succes. I love it. Hij past ook hier echt precies, dus dat is echt top. Dan de badkamer. Daarvoor heb ik dit ding gekocht. Hierin zitten al mijn make-up dingen en zo. Ik had er twee moeten halen, want hier zijn al mijn maskers en hier al mijn avondroutine shit. Dus ik had er misschien twee moeten doen, ook voor die. Dus ik ga er denk ik nog zo eentje bestellen. Maar ik ga voor nu alles wat hier staat hier in dit ding doen. En ik hoop dat het past. Oké, alles is erin. Het enige wat niet paste is dit grote ding. Maar die is ook echt super groot. Die past echt in niks. En deze crème. Dus die laat ik gewoon zo hier vol staan. Voor de rest past er gewoon alles erin. Dus daar ben ik blij mee. Nou jongens, ik denk dat dit het was voor vandaag. Het is nou bijna 7:45. Nou ga ik gewoon mijn make-up eraf halen. En dan ga ik gewoon naar bed. Wat ik altijd doe totdat ik ga slapen is gewoon een beetje Netflixen, YouTube video's kijken. Ik heb nou ook sinds maandag heb ik deze Nintendo Switch Lite. Deze is zo leuk. Het spelletje die ik heb is Pokémon. Want die speelde ik altijd vroeger op mijn Nintendo DS. Dus ik wilde hem ook halen hierop. Dit ding is echt zo leuk. Ik voel me echt net weer helemaal een kind. I love it. Kijk hoe leuk. Pikachu hier. Ik ben echt, echt een nerd. Dus nou ik dit ding heb, doe ik ook vaak dit in de avonden. Want dat vind ik ook heel erg leuk. Maar goed, that's it. Ik ga even mijn haar wassen. Want ik wil voor morgen weer mijn haar los en zo. Make-up eraf halen. En dan ga ik gewoon richting bed mijn dingetjes doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Vloggen is niet echt mijn ding. Ik vind het niet zo leuk om de hele dag te moeten vloggen. Zo af en toe is het leuk. En dan blijft het ook leuk. Maar als ik dit heel vaak zou moeten doen, dan zou ik er niet echt heel veel plezier uit halen. Maar ik vond het wel heel leuk om dit vandaag te doen met jullie. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. En er zullen er sowieso nog wel een aantal komen. Weet je dat ik me al de hele dag stoor en dat mijn knot te veel naar links staat? Daar stoor ik me echt al de hele dag aan. Maar goed, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!